De vorige 6-serie coupé was nog niet bepaald de mooiste uit het BMW-gamma. Maar deze is niet langer het lelijke eentje. Hij is niet alleen breder, maar ook langer en lager dan de vorige. En daarom ziet hij er ook elegant en tegelijkertijd atletisch uit. Toch kan deze 650i niet helemaal verhullen dat je toch met een behoorlijk zware auto op stap bent. Hij weegt zo'n 1700 kilo en al die kilo's moeten zich natuurlijk wel zetten als je de bocht induikt. En dat voel je. Het is onder andere het Dynamic Drive systeem dat de boel vrij onder controle houdt. Dit systeem bemoeit zich onder meer met de gaspedaalrespons, maar past ook in weerstanden de hardheid van het onderstel aan. Het is knap hoe BMW deze toch looiige coupé de hoek om kan laten gaan. En dat is namelijk enorm hard. En de besturing is daarbij heel direct en super precies. Eigenlijk zoals we dat gewoon van BMW gewend zijn. Onder de kap van deze 650i zit een bul van een V8 twin power turbo motor. Hij levert 407 pk en dat is meer dan voldoende om de 0 tot 100 sprint in slechts 5 seconden te laten plaatsvinden. De topsnelheid van deze auto is niet geheel verrassend afgeregeld op 250 km per uur. De achttrapsautomaat schakelt bijna onmerkbaar. Hij wisselt heel vloeiend van verzet en als je plotseling vol vermogen vraagt, dan schakelt hij een paar verzetten terug om vervolgens weer heel mooi op te schakelen en mooi te accelereren. De 650i mag dan een grote coupé zijn, de ruimte aan boord houdt niet over. Vooral achterin, in de diepzittende achterbank, daar is het schipperen met de ruimte. Maar ja, je moet je afvragen in hoeverre dat werkelijk van belang is voor een coupé. In Nederland kun je maar beperkt genieten van de spierkracht van deze V8 en dat is jammer. Maar de motor heeft nog een attractie en dat is zijn geluid. Het begint allemaal als je de startknop indrukt. Het drijvende kracht vervult dan het interieur met zijn borstel. De BMW 6-serie ziet er beter uit dan ooit, tijdlozer ook. Hij heeft het zelfs in zich om wellicht een klassieker te worden, net als de allereerste 6-serie dat is. Onderstel-technisch deelt hij veel met de 5 en de 7-serie. En BMW verdient een grote pluim voor dat onderstel. Want daarmee kun je deze zware coupé toch maar mooi heel erg hard de hoek om krijgen. Het is alleen jammer dat deze 650i in Nederland niet kan laten zien waartoe die werkelijk in staat is. Ons land is eigenlijk een beetje te klein voor deze auto.